De stichting Ypsilon Suriname en stichting Geloof en Nieuw Leven hebben gisteren een gespreksavond gehouden met als thema het opzetten van de eerste 12-stappenkliniek in Suriname voor mensen met een alcohol- of drugsprobleem. De activiteit is gehouden in de conferentiezaal van het Psychiatrisch Centrum Suriname. De inleider was Ivanildo Samon, directeur van stichting Geloof en Nieuw Leven. Hij gaf aan dat zijn stichting de meest toonaangevende organisatie van de regio wil zijn in het rehabiliteren en resocialiseren van verslaafden. Hij vindt dat Suriname wel in staat is om dit doel te bereiken. Het is in een nutshell, je moet je voorstellen, het is een heleboel is erbij, is er nog gebeurd. Maar het gaat erom dat het in 1935 is begonnen in de United States of America, dus in Ohio, Akron, St. Louis. Nog dan kan ik zeggen dat het dus de BLW. En uit de ervaringen van de alcoholisten hebben ze geschreven een boek. En dat boek heet The Big Book of Alcohol Anonymous. En daaruit is het 12-stappenprogramma uitgevoerd. Wat is de grondgedachte? Zoals we zeiden, zoals ik u net vertelde, van Bill en Bob, toen kwamen tot de ontdekking dat iemand die herstelt kan het beste begeleid worden door een andere herstelder. De ene verslaat de helft de ander. Omdat hij voor die hel is gegaan, hij zegt het niet normaal, hij weet wat we voelen. Dat is de grondgedachte. Neemt niet weg dat die wetenschappen die heeft gestudeerd ook zijn bijdrage, een hele goede bijdrage kan leveren. Maar de grondgedachte van het 12-stappenprogramma is, die ene verslaafde kan die andere beter helpen. Dat is in principe het 12-stappenprogramma. Met praktische voorbeelden deelde Samon zijn ervaringen met drugsverslaafden. Hij ging in op het stappenplan. Wanneer we bij elkaar komen en er komt een nieuwkomer, dan vragen we die nieuwkomer altijd, en waarom ben je hier gekomen? Dan gaat hij vertellen, mijn moeder heeft gezegd, ik moet komen. Oh, als je daarom hier bent, dan ben je op een verkeerd adres. We gaan je duidelijk maken dat jij moet erkennen dat je een probleem hebt. De eerste stap is, we erkennen dat we machteloos staan tegenover het middel. Drugs, alcohol, fokken, seksverslaving, we hebben van alles en wat krijgen we op de vloer. Maar het gaat erom dat je moet erkennen dat je machteloos staat tegenover. En nu waarom? Ja, lekker als Oké, dat je leven stuurloos was geworden, dat is de eerste stap. Erkennen. Weet je wat het probleem is met erkennen? Waarom kan het zo moeilijk zijn voor mensen om te erkennen? Wanneer we zo die eerste stap hebben gelezen, dan krijgen we een aantal themavragen. Dan gooi je een aantal themavragen in de groep. En dan is iedereen vrij om te antwoorden. Tot zover Ivanildo Samon, directeur van Stichting Geloof en Nieuw Leven, gisteren bij de gespreksavond van Stichting Ypsilon Suriname.